Oké, deze vind ik leuk. Een mobile projector. Nou, die dingen zijn altijd gewoon waardeloos. Maar deze aardig. Kost €379. Wat is er leuk aan? Nou, je ziet hier het beeld. Het is iets van 800 bij 400. Het beeld ziet er aardig uit. HDMI-aansluiting met batterijen. Je kunt zelfs je telefoon mee opladen. En hij kan dus ook gewoon groter. En als het een beetje donker is, kun je prima kijken. Even kijken, we kunnen het hier een beetje zien. Zo, dus iets minder licht. En ik kan focus, kan ik draaien. Ik kan 3 uur ongeveer op batterijen. En je kunt hem natuurlijk ook gewoon daar weer aanzetten. Hier zit een autofocus knopje op. Je kunt er een Chromecast in stoppen. En dan kun je natuurlijk gewoon streamen vanaf je telefoon. Dit is een wifi streamer van Microsoft voor 15 tientjes. Kun je dat ook doen. En je kunt hem natuurlijk aansluiten op een Blu-ray of een andere dingetje. Dus jammer, ik zou het wel graag eens een keertje in een wat donkere ruimte willen doen. Maar voor 379 is het een mooi speelgoedje. Oké, bij Sony kun je ook volledig uit je bol gaan. Als je nou helemaal gek bent, dan is dit gewoon leuk. Kijk, we beginnen met een geweldig mooie Walkman. En die Walkman is hoge resolutie. 256 gigabyte en natuurlijk een enorme fantastische kwaliteit. Zo'n ding kost €3000. Maar dan ben je er nog niet. Dan gaat dit naar een doosje en die stuurt een koptelefoon aan. Dat doosje kost €2000. Dan ben je er nog steeds niet, want dan moet je nog de koptelefoon zelf kopen. En die kost nog €2200. Dus hier heb je gewoon €4200 ben je kwijt om gewoon te luisteren naar mp3-files of andere dingen. Nou, dan ben je helemaal gestoord. Dan denk ik, het koopt niemand. Maar dan zijn er toch mensen die dit gewoon geweldig vinden. De ultimate. Ik ga even luisteren. Ik luister nu naar €7000 muziek. En ik hoor geen verschil. Het is een lekker geluid hoor. Echt mooi. Geen last van de omgeving. Maar compleet bizar. En hier wil je natuurlijk wel mee gezien worden. Dit is gewoon bladgoud. Moet je kijken. Als je nou beroemd bent en je hebt eindeloos veel geld, dan is dit het ding wat je wil hebben. Hoor jij nou het verschil? Jij hebt dat ding een maand thuis gehad. Ja. Is dit nou bijzonder? Dit is heel bijzonder. Want? Veel detail, goede soundstage, neutraal, dynamiek, alles. Ja? Ja. Die €7000 is het wel waard? Voor mij wel. Kijk zo. Ja. Dames en heren, absoluut. Er is een markt voor dit soort dingen. Als je meer van dit soort reviews wilt, Alpha Audio. En ik sprak dus met Jaap Veenstra. Oké, we moeten natuurlijk altijd even de Xperia zien. En die heeft een waanzinnig mooi bright scherm. Echt heel leuk. Hij heeft ook een 19 megapixel camera, een 13. En dit is ook wel leuk even om te zien. Van dit ding. Hij heeft ook, je kunt een 3D foto van jezelf maken. Dus je kunt gewoon een beetje om je heen lopen. Dan kun je 3D scan maken. Dus ook een aardigheidje. Grote batterij met 3300 mAh. Mooie stereo speakers. Maar dat scherm, dat is echt wel gewoon geweldig. En dual sim. En die kost ongeveer €700. Dus hij is iets onder de prijs. Maar niet veel. Hij is aan de high-end kant. Hij is in ieder geval veel goedkoper dan Apple. En ook wat goedkoper dan Samsung. En natuurlijk leuke kleurtjes. Nog een paar % marktaandeel voor Sony. Het is natuurlijk gewoon de grote drie, Huawei en Apple en Samsung. Maar het is wel weer echt, het raakt echt de aandacht. Heel mooi. Ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd in de vlogcamera's. Daar gaan we eens even naar kijken. Kijk, mijn grote interesse is natuurlijk vloggen. Want ja, ik maak dit soort filmpjes. Face recognition, immediately moet dat op een gegeven moment herkend worden met hoge kwaliteit. Nou, wat heb ik voor keuze? Voor €299 begint het, maar dan heb je geen externe microfoon. Je kunt ook nog zo'n heerlijke ouderwetse videocamera, waar ik vroeger al mee rondloop. Voor €799 heb je dan 4K met de meest sensitive sensoren. Dan gaat het hier naar €599, nog steeds zonder externe microfoon. Maar hier, de Autofocus Hero, €799, hier heb je een voet op. Hier kun je een externe microfoon opsluiten. Alleen zit hij dan wel voor je schermpje. Dus er komt ook nog hieronder een mini jack ding. Maar €799 heb je natuurlijk mooie kwaliteit. En dan heb je het beste is €2700. Dan heb je echt een fantastische lens erbij.
Maar ja, als ik dan moet kiezen, waarom zou ik dit willen hebben? Want ik heb nu gewoon een telefoon. Ik kan editen, ik kan externe microfoon aansluiten. Ja, je hebt gewoon je telefoon. Het is gewoon een iPhone met wat simpele software. Dus voor mij gaat het dat niet worden, maar toch leuk dat het er is. Dat ze in ieder geval als markt erkennen, de vloggers. Maar dan meestal met make-up en mooie dames die echt hele goede kwaliteit willen laten zien waar ze mee bezig zijn. Not my thing. En Sony is terug. En Sony krijgt allemaal prijsjes. Waarvoor? Met koptelefoons en met noise cancellation. En dan heb je deze versie. Is gewoon zo lekker een dingetje wat je in je oren stopt. En die kunnen weg voor €219. Geweldige kwaliteit. Als je het helemaal om je heen wil en je wil het in je oren hebben, kost die €329. Dus en die gaan echt geweldig. Deze die was dan die €219. Maar wil je dan de topkwaliteit? En moet je kijken wat voor prijzen. Of nou tweakers. Iedereen, alle prijzen wint Sony hiermee. Beter dan Bose. En voor €379, iedereen die in Schiphol zeg maar rondloopt, die neemt dat ding mee. Waanzinnige kwaliteit, wordt zeer goed verkocht, vooral online. En ja, de kwaliteit is fantastisch. Dus dit is dan de... Het succesmodel. Sony is van alle markten thuis. Moet je kijken, deze barbecue. The Bastard. Schijnt een geweldig barbecue te zijn. Niks met Sony te maken. Maar zij zorgen dan voor de bijbehorende muziek. En dan het aardige is, het ding kan urenlang werken met fantastisch geluid. Maar moet je kijken, ze hebben hier gewoon de bier... zaken erin. En die zorgen dan ook nog dat het geluid beter wordt. Ja, natuurlijk karaoke kun je er gewoon mee doen. Dus voor €290 heb je gewoon een party. En deze ga ik ook even proberen. Want ja, met sport, echt die goed in je oren zitten, mooie kwaliteit, Bluetooth, goede user interface, snel pairen. Beginnen bij 199, 159, 89 en zelfs 19. Dat zal wel inderdaad dan alleen maar dingen zijn. Dus ik ga hier nog eens eventjes naar luisteren. Want ik verwacht hier wel veel van qua kwaliteit, luxe en goed zitten. Dat is moeite waard om tijdens sport gewoon goed geluid te hebben. Ja, en de top of line is natuurlijk voor €280 is de SP900. En het leuke is, die heeft Google en Siri. Dus die kun je gewoon lekker tegen praten terwijl je aan het luisteren bent. En die hebben ook goed batterijenleven, veel geheugen. En hier wil ik ook eens naar luisteren. Komt dus nog een review van. Nou, wat hebben we dan nog meer? Een heleboel Bluetooth speakers. En wat het aardige is, ze spelen allemaal hetzelfde. Want dit is de zogenaamde party mode. Dus je kunt gewoon met één Bluetooth source, één telefoon, kunnen ze het allemaal oppikken. Die telefoon die weet niet dat hij met meerdere praat. En dan hebben ze allemaal gewoon mooi gesynchroniseerd geluid. Nou, wat kost zo'n dingetje? €170, mooi geluid. Rechtop, linksom, rechtsom, €230. Waterproof, kun je lekker onder water gebruiken. Hier van die kleintjes. Voor €60 is dat natuurlijk ook gewoon leuk voor alle mensen. Oh, we hebben nog eentje voor €34 in allerlei kleurtjes en spatwaterdicht. Nou, heb je dan liever iets groots? Dan kun je enorm mee je best gaan doen voor €350. En die kun je dan weer rechtop zetten. Ook allemaal weer verschillende kleurtjes. En deze is €280. Dus, oh, wil je dan echt een feestje doen? Wat denk je hiervan? Voor €1400 heb je dan echt een waanzinnig ding. Met een mooie user interface. Deze vind ik ook wel aardig. Zo hier bovenop, zeg maar, het hele rek. En die kost ook maar €750. Dus daar zijn dan ook weer een heleboel. En wil je de goedkoopste hebben, dan kost die €280. Nou, het ziet er al aardig uit. Dus, geluid via Bluetooth in alle soorten en maten. En natuurlijk dan ook weer gewoon een heleboel koptelefoons erbij. Dus geluid is wel belangrijk. Goed, ik geniet al een tijdje in mijn auto met DAB, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon als setje krijgen, €300. De allergoedkoopste zie ik hier, €90 in 5 kleuren. En die is dus inderdaad echt gewoon mooi compact. Wil je het nou een beetje kleiner hebben, dan hebben ze dat ook hier. Ook €90, maar dan heb je echt iets wat gewoon in je zak past. Waanzinnig
Mooi helder geluid. Maar je moet eigenlijk wel een beetje een koptelefoon hebben. Want ik denk dat dit geluid niet zo geweldig is. Maar allerlei soorten maten vanaf 90 tot 300 euro. DAB. En wil je een mooie Bluetooth telefoon hebben voor een redelijke prijs? Nou, deze CH500 voor 59 euro Bluetooth. En deze is zeg maar de Bluetooth Sport Editie. Kost ook 59 euro. En dan heb je nog een in-ear versie die kost dan 150 euro. Dus begin ook al bij 59 euro met Bluetooth met goede kwaliteit. Oké, dus naast de 7000 euro hebben we hier een hele goedkope. Een combinatie van een lamp en een speaker. Hartstikke zwaar, mooie combinatie, kunstig. Een nieuwe lijn van Sony, 600 euro. Maar dan heb je ook inderdaad wat, want je kunt hem ook met een app aansturen. Kijk, een apparaat, de Glass Sound Speaker, is natuurlijk gewoon geweldig. En dan kun je hem ook gewoon, de verlichting kun je instellen, de muziek kun je instellen. En dit is gewoon het begin van een bridge van verschillende soorten apparaten. Kan ik ook het licht een beetje manipuleren? Zeker. Kijk, en dan gaan de brightness controller kan ik neerzetten. Dan gaan we eventjes hier kijken, dan zit hem hier te bewegen. Ja, dan kan hij hier. Kijk. Nou, het begin van een smart home. Bridging all the different equipment. Zo, dit was het persontbijt bij Sony. Al het nieuws van Berlijn. En de laatste tv's, alles rondom audio, de cameraatjes. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik vond het in ieder geval erg gezellig om Sony weer eens een keer te zien. Sony is door een diepe, diepe periode gegaan, maar is nu weer echt bezig met innovatie, nieuwe dingen, mooie vormgeving. Ja, in ieder geval de plaats die ze gewoon verdienen. Ik vond het leuk dat ze gewoon als concurrent Samsung naast elkaar en naast Sony durfden te zetten, want dat is toch wel eens anders geweest. Oké, so far.